In alle vroegte neemt Albert een groep vogelaars mee in het buitenland van Rome. Zij willen bijdragen aan de kennis van vogels door hun tijd te doneren aan de wetenschap. Hij zit heel even iets hoger, hè? Vandaag leren ze hun waarnemingen te wegen en interpreteren om er broedgevallen in te herkennen. En die vervolgens op de juiste manier in te voeren. Zonder vrijwilligers zouden wij eigenlijk heel weinig weten van vogels in Nederland. Dat kun je wel stellen. Ik bedoel, ze zijn echt goud waard. Het is echt de kurk waarop eigenlijk onze kennis drijft. Ja, het is een jonge kraai. Met een paar mensen kun je veel doen in Nederland, maar als je er bijna 10.000 actief hebt, dan weet je gewoon per jaar weet je veel meer over heel Nederland. Dus gewoon in de verspreiding weet je veel meer. En ieder daarvan heeft weer zijn eigen invalshoek. Dus hoe meer mensen, hoe meer kennis ook van verschillende soorten je uiteindelijk ontwikkelt. Wat je veel ziet is dat mensen heel goede vragen kunnen stellen, vogelaars, van ik wil dit uitzoeken. Ze hebben alleen de middelen nodig om het vast te leggen, hè, en een beetje de kennis van hey, hoe ga ik dat gestructureerd doen. Nou, dat kun je leren. Dat kun je leren door met anderen mee te gaan. Dat kun je leren door Sovon te bevragen. En uiteindelijk heb je een hele bak aan gegevens en wil je die gaan verwerken zodat het ook echt waarde krijgt. Zodat er een verhaal ontstaat. Bij Ronald van Harksen en Pascal Stroeken is het een beetje uit de klauwen gelopen. Ze begonnen in 1986 het verhaal van de steenuil in de Achterhoek te schrijven. Maar dat wisten ze toen nog niet. Ze begonnen simpelweg met ringen, uit nieuwsgierigheid en dadendrang. En dat doen ze nu nog steeds. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de steenuil het verhaal van hun leven is gaan schrijven. Want hoeveel uilen zal Pascal in de hand gehad hebben? Hoe vaak bond Ronald deze ladder op de auto? Hoeveel kilometers reden ze van erf naar erf, van nest naar nest? En hoeveel van hun tijd, uiteindelijk toch het meest waardevolle wat we hebben, zit er in die steenuil? We hebben nu vorige week begonnen en we hebben nu net, dit is plek 81 of zo. Dus we hebben er nog een stuk of 40 te gaan. Knap op. Oké, mooi. We wisten wel dat hier steenuilen op het erf zaten en op andere erf in de buurt. We hadden geen idee waar ze broeden. Dus we zijn gewoon een aantal boerderijen naar de mensen afgestapt en gewoon gevraagd van goh, weten jullie dat hier steenuilen zitten? En zo ja, heb je dan enig idee waar ze nestelen? Nou, toen hadden we ongelooflijk veel mazzel. Want de mensen die hier woonden, met name de oude boer, die kon vanaf zijn kekenraam zien dat de steenuilen onder de pan naar binnen gingen in de schuur. En die plek leidde rechtstreeks naar het nest. En nou ja, hij was ook heel bereidwillig. Hij zegt, kom maar mee en laat het je er tegenaan. Even een paar pannen optillen. En toen hadden we zo in één keer maar ons eerste steen naar de nest. 169. 3, 4, 9. Ja. 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 Het is niet heel zwaar. Moest er wel een beetje met de vorm, ja? Een beetje appeltaarten die je stond. De man een ring om. Dus nu heb je het paardje, Ronald. Dat is een beetje waar hij op hoopte, toch? Of vooral de mannetjes? Ja, nee. Ja, het gaan nu vooral om de mannetjes. Die vrouwtjes die vangen we in het seizoen ook nog wel, hè. Als ze op eieren zitten of met kleine jongen. Maar die mannetjes zitten er niet bij dan. Meestal niet. En de beste kans om ze is zeg maar in deze periode. In maart ook, maar dan, ja, dan is de kans op verstoring wat groter. Dus dat willen we niet. Ja. Dus... Voor een gele kwikstaart. Zit in aardappelperceel hier links. Het mooie van Ronald en Pascal is, en met hen heel veel andere mensen die naar die steenuilen kijken, is dat zij daar heel veel tijd, eigen tijd in kunnen steken. En dat ze zoveel aspecten bekijken. Ja, die onderzoekers die willen eigenlijk van alle soorten in Nederland weten hoe het gaat. Maar daar kan je allemaal natuurlijk niet bijbenen met een paar mensen. En als we verspreid door het land nou voor al die soorten zulke bevlogen types hebben, die daar met zoveel toewijding en zoveel kennis gegevens over verzamelen, dan kunnen wij vervolgens wel helpen met het uitwerken daarvan. Ja, en dan kunnen we dus verklaren hoe het met zo'n steenuil gaat. En het niveau waarop ze werken, hè, en ook de goede vragen stellen. Hè. Wat eet een steenuil? Maar verschilt dat door de jaren heen? Is dat gerelateerd aan de muizenstand? Welke muizen eten ze? Ja, dat heeft heel veel niveaus in zich. En uiteindelijk komt daar gewoon een heel erg mooi samenhangend verhaal, waarbij je eigenlijk die ecologie van die steenuil begrijpt, komt daar uit. En dat gewoon
met mensen die in hun eigen tijd daar mee bezig zijn. Dat is een eekhoornkastje, maar ik heb gelezen in jullie boek, dat is het helemaal niet goed, hè? Want de eekhoorns zijn de eierovers. Ja, het zijn de eierovers, hè? Ja, de eierovers, ja. Absoluut. Ja. Alle twee. Alle twee, oké. Okay. We zien hier het nestformulier van afgelopen jaar. Dit vrouwtje heeft hier dus afgelopen jaar gebroed. Had ze op 6 mei hebben we er gecontroleerd met 4 eieren. Op 21 mei had ze 4 eieren. Of 4 jongen, die hebben we geringd. En op 4 juni hebben we nakontrole gedaan. Toen zaten alle 4 de jongen nog in het nest. Maar die waren toen al rond uitvliegleeftijd. En we zien hier op leeftijd van 15 dagen hebben we haar jongen geringd vorig jaar. En die waren eigenlijk helemaal goede conditie. Als we conditie hebben boven de 1, dan hebben ze eigenlijk een bovengemiddelde conditie. Als je niet zo heel veel met die data bezig bent, dan wil je meteen conclusies eraan verbinden. Ja. Kun je op basis van de data iets zeggen over deze plek dan voor de steenuil? Is dit een... Ja, het is een goede plek. Ja. Ja, ze hebben eigenlijk altijd een goed broedresultaat. 5 jongen hebben ze ook wel eens gehad. En 4 jongen en alle 4 jongen grootbrengen. 4 eieren, 4 jongen in de goede conditie is gewoon een prima resultaat. Voor ons is het steenuilen gebeuren is leuk. Hè? Dat we vinden echt geïnteresseerd in het beestje. Maar wat ook echt leuk is, is dat je gewoon op de erven bij de mensen komt. Hè? Want je ziet het wel overal waar we vandaag komen. Je bent welkom. Je hebt een praatje, je krijgt een kop koffie aangeboden. Mensen zijn geïnteresseerd. Ja, en dat is ook wel een deel van de fun die wij eraan hebben. Ronald en Pascal kwamen voor het eerst op het erf toen de boerderij in handen was van Gerrie's vader. Inmiddels is Gerrie gepensioneerd, hield het bedrijf op te bestaan en heeft hij samen met zijn vrouw het erf getransformeerd. In mei keer ik terug naar de Achterhoek. Later vandaag worden de jonge steenuilen geringd, maar eerst maak ik kennis met Gerrie en het leven dat hem omringt. Het is landbouwgrond, het is altijd landbouwgrond geweest, zeg maar. En, omdat we het voor de veestapel toen de tijd niet allemaal meer nodig hadden, kwamen we met het idee om een gedeelte terug te geven aan de natuur. Het is hier, alles om ons heen is agrarisch, gericht, zeg maar. En ja, dit voelt voor ons nou als een oase in een cultuurlandschap, zeg maar, waar ja, alles wat vliegt en zwemt en kruipt en welkom is. In 1996, dat werd dan ook door de provincie Gelderland ondersteund, dorpen in het groen. En dan kon je tegen een gereduceerde prijs, zeg maar, erfbeplanting aanschaffen. 880 plantjes hebben we toen op één dag met de hele familie ingegraven. Dit rode hier, zeg maar, waar die libellen op zit, dat is zonnedauw. Dat is een vleesetend plantje. Zeg maar even aan de uiteinden, daar heeft hij een kleefstof zitten. Kijk, en deze juffer, die zit er dus met de vleugel aan vastgeplakt. Die kan ook niet meer weg. Die zal dus geleidelijk aan verteren. Ja, je bent de hoeder van de natuur. Je zorgt voor de instandhouding of voor verandering als dat nodig is. Het is mijn geboortegrond. En van generatie op generatie is dat doorgegeven. En op dit moment ben ik de oudste van de generatie, zeg maar, wie het hier in stand houdt. En de bedoeling is dat we dat doorgeven aan onze nakomelingen. Tijdens het broedseizoen keren Ronald en Pascal terug om de nakomelingen van het paardje steenuilen te ringen. Keer, zeg maar, toen we kwamen om hier de steenuilen te ringen. Toen was mijn dochter was 3 en die was toen met haar opa mee, zeg maar, om te kijken als Ronald en Pascal, zeg maar, die jongen gingen ringen. Nou is het inmiddels zover dat zij moeder is van 3 dochters en die zijn er nou ook bij met het ringen. Ja, het zijn volgens mij geen zuivere broertjes, zusje, want er zit een ander vrouwtje in midden. Oh, okay. Maar ik moet even controleren. Maar. Oh ja. Ja. Oh, dat is gewoon. In principe heeft die 3 jongens nooit.
dood in de kast. Ze zijn nog een heel tijdje gegroeid. Maar is er een mattebee geweest of zo? Waren maar twee uiltjes? Ja, er waren er drie, maar... Ja, daar hoeven wij niet bang voor te zijn. Voor ons is er altijd genoeg eten. Ja. Voor de dieren in het wild is het altijd anders. Als er geen muisjes zijn. Die papa en die mama die moeten maar net genoeg muisjes kunnen vangen. Rond twee weken zijn ze doodgegaan, dus ik denk dat ze een dag of twee, drie dood zijn. Nu, zo schattig. Ja, als je ook ziet... Deze voelt wel heel mager aan. Dat ding is helemaal flapperig. We hebben van, even kijken, wat zijn kleine lettertjes. 86 tot, 94 met de onderbreking van 91. Hebben ze jaarlijks in de schuur gehad. En toen is eigenlijk ook elk jaar geslaagd. En toen hebben we hem in 2000 en 2002 gehad, ook in de schuur. En toen hebben we hem de hele tijd niet gehad. Toen hebben we een nestkast opgehangen, denk ik, in die periode. Ja, het was sinds, de periode met de bosuil. Ja, en sinds 2012 hebben we hem hier jaarlijks op één jaar na. Dat was in 2013 alleen niet. Ja. In de nestkast. Zat, en het is eigenlijk heel goed territorium over al die jaren. Want gemiddeld hebben ze hier 4,19 eieren gelegd. En dat is toch net wat meer dan 4 wat gemiddeld is, zeg maar. Over de hele populatie. En in al die jaren tot en met 2021, dit jaar is het natuurlijk ook mislukt, is die één keer mislukt maar. Dus dat is ook heel goed. Want wat Ronald net ook zei, ze gemiddeld mislukt ongeveer 1 op de 4 nesten. Dat is een heel normaal gemiddelde. En dat hij in 19 jaar één keer mislukt was. En nu 20 jaar twee keer, dat is dus heel laag. Wij hebben een mooi stukje koeienvlees. Met kersen erin dan. Ja. In dit perceel. Ja, dus bij dit soort percelen gaan die gele kwikstaartmannetjes een beetje bovenin zitten en van plek naar plek vliegen om te zingen. En dan straks, zelfs de jongen hebben, dan volop heen en weer vliegen met voer. Er is ergens een begin. Je vindt vogels kijken leuk en soms maak je de stap, niet altijd, van hey, maar ik wil daar ook echt iets mee doen. Hè? Ik wil me daar nuttig mee maken. Nou, en dan kun je dus gaan tellen. En dan, dat is een beetje het begin. Hè? Daar heb je ook nog allerlei niveaus in. En vervolgens kun je je nog helemaal gaan toeleggen op nestonderzoek, ringen van vogels, waar je allemaal ook opleidingen voor nodig hebt. En dan ben je vaak wel echt een specialist. Bijvoorbeeld van de steenuil. Ja. Dankzij al dat gedetailleerde kijken en vastleggen en telkens op dezelfde manier vastleggen, weten we gewoon hoe die steenuil zich gedraagt. En weten we ook waardoor de steenuil toeneemt, afneemt. Dus het verklaart heel veel.